De gemeenteraad van Lemsterland besloot onlangs om een aantal gebouwen aan te wijzen als gemeentelijke monumenten. Daarmee krijgen deze panden een beschermde status. Voor de stichting Dorpsbehoud Lemsterland aanleiding om de gemeente een antiek scheepsanker te schenken. Vrijdagmorgen droeg voorzitter Jo Bosma bij de historische Lemstersluis het anker over. Wij hebben gezocht naar een markeringsmoment. Maar zoiets dat ontstaat altijd ergens. En dat idee is ontstaan bij de stichting Oud Lemmer. Als je als naam kiest Oud Lemmer, dan moet je wel jong en dynamisch zijn. Want dan kan al nagaan dat mensen die ongeveer de haarkleur hebben van mijn kleur, dat die dat nooit hebben kunnen bedenken. Dat klopt ook. Daar staat zo'n jonge man, ja, die voldoende jong nog is om een stichting Oud Lemmer op te richten. Maar u begrijpt dat Oud Lemmer vooral slaat op het historisch culturele bezit wat elke stad, elk dorp heeft. Wel nu de stichting Oud Lemmer zegt, dit belangrijke feit moeten we vastleggen. En hoe komen ze dan tot een anker? Wel ja, ook dat ligt nu voor de hand. Het gemeentelijk monumentenbeleid is met het besluit van de gemeenteraad verankerd. Mag ik wethouder Verzelius uitnodigen om het monument te onthullen? Geen misverstand over zijn, ik heb me niet opgedrongen, maar ik doe het niet met tegenzin. Dat moest erbij komen ook. Nee. Zullen we eerst van start? Ja, best. Goed zo. Ja. En nou, ik ben net de knoop in binnen, maar ik zou hem maar eens een keer proberen op te lichten. Ja, zullen we het gaan doen? Ja. Wat dat kan. Ik zal er even. Kijk. Wethouders zijn eigenlijk om knopen. Bij deze. Nou, dat gaat ie. Hartelijk bedankt voor alle inzet die het gemeentebestuur gepleegd heeft. En ik hoop dat dit anker nog in lengte van jaren een beeld zal zijn van alles wat wij aan historische waarde in onze gemeente als bezit hebben. Dank. Bij deze. Dank. Binnen de kom van Lemmer zijn ruim 150 panden door Welstandscommissie Hoes en Hien beoordeeld. Dorpsbehoud Lemsterland heeft deze beoordeling aangevuld met een advies. Veranderingen aan de betreffende panden blijven mogelijk, maar burgemeester en wethouders zullen daarbij de belangen van de eigenaar afwegen tegen het algemene belang van het monument. Voordeel voor de eigenaar van de gemeentelijke monumenten is dat hij in aanmerking kan komen voor subsidie van onderhoudskosten en eventuele restauratie.